Hallo mensen, welkom bij een nieuwe MC Minecraft samen met Maarten. Hallo. En vandaag ga ik niks... Oké, wat had ik te zeggen? En vandaag ga ik meteen doen wat ik wou doen. Ik ga in het Oceaan Monument, ik ga sponges stelen. Want daar nu gaat het, want nu zit die stomme mining fatigue er niet meer. En dan ga ik proberen de binnenkant van het Ocean Monument helemaal droog te maken. Want wat zou je ervan vinden als we een Ocean Monument gaan leven, Maarten? Wat? Als dat Ocean Monument helemaal droog is van binnen, dan kunnen we daarin gaan leven, hè? Dat is cool. Ja, maar dat is wel heel cliché. Dus ik wou niet weten of je daar zou zitten. Ja. En sommige mensen die gaan helemaal ultramode en die maken een heel deel van de ocean helemaal droog. Zodat ze ook nog een tuin hebben. Zoals Looney. Voor de mensen die gaan dus leven. Oh, de mama. Ik ga de farms maken. Ja, maar ik ga de farms maken. Want we hebben wel eten nodig en ook iron. Dus ik wou nu vragen. Altijd als ik vraag voor een comment, dan doen ze dat nooit helemaal. Ik ga het nog eens proberen. Wil je eens een comment achterlaten of jullie willen? Want we hebben echt materials nodig. We hebben nog niet eens genoeg iron voor het full iron te maken voor iedereen. Ik wil nu weten of jullie het ergste zouden vinden als wij of camera zouden minen. Of moet dat echt on camera gebeuren? Want we hebben het heel dringend nodig. Maar ik wil ook niet jullie vervelen met een mining sessie of video. Dus ik wil weten of jullie het ergste zouden vinden. Als we dat off camera doen of on camera. Oh, nu moet ik die sponge room gaan vinden, hè. Zo kaki. Wat gaan we dat zeggen? Hier is een drowned. Stop met de dodge. Hey. Kom dan, hè, jong. Kom dan, hè. Ja, dat is een sponge room. Ik weet dat er nog een sponge room is, maar we gaan dat al doen. Dan kunnen we meteen beter clearen. Oké, maar ik ga dus... Oh, mijn arm gaat zo hard kapot dat dit. Wat hak ik sponges het snelst? Met een zwaard? Nee, gewoon allemaal hetzelfde. Trappen. Hoeveel heb je nodig voor trappen? Voor trappen? Hoe bedoel je? Een trap. Dat weet ik niet. Je krijgt wel meerdere trappen over. Ja, ik heb er vier. Oké, nog een sponge. Kom aan. Kom aan, geef me die sponge. Ik denk het wel vooral. Kom aan. Ik wil niet sterven, ik wil niet sterven. Nee! Nee, zo, dat was zo close. Dat was heel jong. Jong, jij doet het niet, hè. Je doet het gevaarlijk, werd het niet. Dat is moeilijk om de arm te halen, hè. Als er geen water is, als er geen lucht is. Wat is dat, die muziek? Ik zit er niet zo rond, maar ik zie zo trommels en zo. Fluiten. Nee, dat is niet leuk. Nee, dat is muziek. Zolang je dat nog eens Minecraft muziek hebt gehoord. Feels good, man. Damn it feels good to be a guy. Shee, dat is wel waar. Nee, eigenlijk is dat wel cap. Ik ga deze blok gewoon skippen, want ik ben een gangster, zoals Maarten zegt. Alleen dat ik dood is. Maar... Ik ben nu hout aan het hakken. Hou je spullen? Het enige wat ik heb teruggevonden met mijn spullen is mijn XP. Kan toch niet waar zijn, hè? En nee, hier is het. Zijn er al mijn spullen? Als ik in mijn inventory ga, dan blijf ik gecrouched. Ja, ik heb al mijn spullen terug. Yay, allemaal applaus. Dat betekent niet dat ik hier gedaan ben met pijn te lijden. Weet je wat?
Ik ga de eerste sponsjes gaan drogen. Dan kan ik die andere sponsjes met gemak hakken. Niet als ik zo blijf sterven door deze magma blokken. Ik skip weer een magma blok, zoals ik zeg. Gangster. Waarom vraag je niet af hoe ik hier überhaupt ademhaal? Met toortjes. Nee, dat gaat toch niet, jong. Toortjes zijn toch kapot onder water. Met magma blokken, Maarten, maar die doen ook damage. Dus daarom gaat is mijn armen helemaal kapot gegaan. Oké. Ik kan nu al deze twee sponsjes wegdoen. Want dan kan ik al de sponge room helemaal droog maken. En kan ik al een plaats hebben om te ademen. En dan kan die sponsjes ook veel makkelijker hakken. Eindelijk kom ik op een taal waar ik uit kom op 3. Niet waar. Wat is gaan doen met die vorm? Nodig dat uitkomt op dat je gedeeld om 4 kunt doen. Gedeeld om 4, ja, 16. Nee, niet hoger zijn. Hoger? 24. Nee. 36. Ik heb er nu 40. 37. 40. Mijn god, dan ga ik niet op 40 uitkomen. Doe dan 36. Ja, ik kom op 40 uit. Dat is al 40. Wat is gaan doen? Nee, ik vind dat gewoon een beetje mooier. Ja, maar waarom moet je daar 40 blokken voor hebben? Acacia wood. Oké, deze sponsjes gaan al de oven. Wacht! Is dat geen trofee? Door een wet sponge in de oven te steken. Hier is nog wat iron. Hier is nog wat steak. Hé, maar is dat geen trofee om die sponge in de oven te steken? Jawel, dat is een trofee, jong. Het is wel een trofee. Maar ik krijg geen trofee. Misschien heb je. Ja, droge periode. En geef maar ook zo'n sponge aan mij. Nee. Ze zijn al allebei gedroogd. Ik ga nu alle andere sponsjes hakken. En dan zal ik wel zien. Oké, met die sponsjes gaan we dus de sponge room helemaal schoonmaken. Nu wil ik meekomen. Ik kom. Kom dan mee, hè? Waar zijn ze? Hier. Dat is snel. Maar stop maar naar de verkeerde kant te gaan. Je weet toch waar het oceaanmonument is? Nee. Ja, kijk naar de video, hè? Of denk na. Als je lucht wilt, moet je gaan crouchen op een magma blok, oké? En je moet die crouchknop inhouden. Oh, ik heb geen eten meer. Ja, maar kom gewoon. Nog ik alleen. Oh, ik heb 11... Oké, kom aan, volg mij. Ik ben aan het eten. Vooruit? Ja, ik ben al aan het gaan. Ja, ik achtervolg je wel. Wat met mijn kaart. Oh, ik zie je al. Waar aan de bovenkant nog mee? Nee, Maarten. Oh, nee. Er komen twee mensen met een drietal op mij af. Ja, die zijn niet op mij afgekomen, dus ik moet gewoon te goed zwemmen. Oké, ik ben binnen. Ik heb geen ademtekort. Ik wil geen ademen. Is daar binnen ergens een plaats waar ik kan ademen? Ik zei toch, kruidje op de magma blokken. Maar van luisteren? Toen, 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 toen. Oké, waar was nu die sponge room? Ik moet kruidje inhouden trouwens. Oké, hier is de sponge room. Ik kan een sponge neerzetten. Ja, ik kan ademen. Heb je een torch mee of zo? Dat is hier heel donker. Nee, waar zit jij? In de sponge room. Help me met sponges haken. Oh, adem. Haak deze sponges, maar nee. Ik kan wel onder. Ik heb zo van een torch halen, dat zijn ze. Kan ik hier niet zo'n lichtknop meenemen? Ah ja. Wacht, ik wil dat doen. Oh, ik ben helemaal te drinken. Ik heb al een zeelantaarn. Oh nee, die moet je met silktouch hakken. Hak ze niet. Dat verpest het hele monument. Snel, waar is de ademroom? Ik ga snel. Ah! Ik ga een torch halen, Maarten. Hier kan ik de mensen een beetje zien. Ik moet buiten water blijven voor te hakken en ik moet onder water blijven voor te kunnen zien. Je kunt daar niet onder water, je kunt daar wel onder water hakken. Ja, maar dan gaat dat heel traag.
Maar stop met mij te laten vallen. Ja, het is wel nachter. Ja, nacht, wat maakt dat niet meer uit? We zitten toch onder water. En monsters zijn er altijd onder water. Ja, ik dacht terug naar binnen. Oké. Okay. Oké, okay. Sponges. Oh, ik heb een dolfijntje met me mee. Kom nog fijn. Jongens, zoiets heb ik al alle sponges in Maarten. Oh, is dat alles waar ik deze aflevering kan doen? Nee, er is nog een spongekamer en dan moet er ook heel de oceaanmonument droog maken. Nee, ik kom niet over mond, dus een mop is op mij af. Ja, alle sponges zijn al gehaken. Ik ga ze allemaal even droog maken. In de ovens. Doe maar, want er komt nog een roem. Als ik toch thuis zit, slaap even. Zie je die nog wel. Hier. Jongen, waarom kan ik niet armen op deze vieze blok? Ja. Ik heb er ook al gezegd in de vorige aflevering, maar ons manneke die kan gewoon zelf met armen aan. Dat weegt toch keiveel. Of 31 kubieke meter spons. Oké, okay, ik ben al niet terug aan het samen naar huis. Ik ben aan het slapen. Ik heb toch meteen een beetje mijn resources klaar. Oh, van de kist. Wilt jij die sponsjes in de oven steken? Waarom is hier alles een volle kist? Wilt jij die sponsjes in de oven steken? Oh, als ik er aan denk. Ja, maar ik ga je die sponsjes geven. Als je die trofee niet wilt, dan moet het niet, hè? Oké, maar de eerste sponsje doen we al gedaan. Kist gaan maken. Maar het kan me niet schelen. Oké, dan heb ik de sponsje er al ingezet. Maar gewoon hout. Dan mag een kist. Kist maken. Is er een kist in de kist? Geef mij de spons. Stel in de oven. Haal er gewoon eentje uit, dan had je dat misschien ook. Nee. Ja! Slaap nu, oh, monsters. Die vieze vuile skeletten toch altijd. Kun je even de sponsjes verspreiden over alle ovens, zodat dat sneller gaat? Nee. Ik heb al mijn gevoel in de kussen. Waar gaat het skelet? Oh, de man hier heeft een nieuw bed gevonden. Slaap! Ik moet al die dingen verspreiden. Ik doe dat morgen vroeg. Oh, maak dan. Zet je roet, wie kan dat? Oké, want... En deze keer kunnen we ook gewoon alles schoonmaken. Niet alleen maar de dingen. Oké, ik ga ik heb mijn zwaar. We hebben echt geen ijzer. Oh, wacht, jawel. Ja, maar niet veel. Oké. Ik heb nu 13 sponge. Ja, ik wil ook een beetje sponge aan. Maar er zit nog meer dan 14 in de ding. Laat mij dat vernemen. Ik pak gewoon die bovenste nog. Het is wel verdeeld als we alles hebben. Ik heb nu 15 sponge. Ik heb er nu 4. Ik pak de onderste twee kisten nog, vertrek je nou maar. Onderste twee kisten? Ik pak gewoon de bovenste nog, er moet nog 1 sponge klaar zitten. Dan heb ik er 17 in totaal. Mij is er ook nog 1. Ik ga die van de onderste terug een beetje verspreiden. Oké, moet ik, mag ik al gaan? Ja. Oh wacht, ik heb touwtjes nodig. Ja, slim. Hij is eigenlijk al cool. Ja. Wacht, ik zal dat wel doen. Ik maak af wel toortjes. Het is goed. Niks doen. Ik ga gewoon een beetje doen. Een stack toortjes, is dat goed? Ja. Even maar een creeper langs zijn stoel, maar dat is gewoon die sponge dat ik heb afstaan. Hoezo is een sponge een creeper in uw brein? Ik heb het. Wat heb je allemaal mee? Want ik wil wel even weten. Wat heb je allemaal mee? 17 sponges, eten. Oh nee, stop. Waar zit je? Stop met bewegen, stop. Nee, kom gewoon. Ik heb 13 sponges. Ja, oké. Kan je hier één achterlaten? Nee, zit hier dan in de kist. Als je dat echt niet tegen kunt. Waar zit je? Sponges zijn van de zeldzaamste blokken in Minecraft. Dan ging je er gewoon niet zo weggooien. Ik wil gewoon naar het oceaanmonument gaan. Naar de ingang. Ik kom ook met de dead. Weet je wat? Ik ga ze gewoon splitsen.
Ja, jee. Ik ben 1 en 12. Hey. Het splitsen noemt hem daar gewoon eentje van afhalen. Komt ook voor de Guardians. Moet die, dan kun je er ook nog ooit eens een Guardian vorm van maken. Wat doen die u pijn? Ja. Die stinken. Auw! Ach, ik heb nog hout. Ja, dat doet pijn. Maarten, ik ga even de deur blokkeren. Buiten twee blokken dat jij nog door. Maar buiten twee blokken dat jij nog door kunt, man. Ja, kom dan. Anders heb je hier geen lucht. Kom. Oké, okay, sponge. Oké. Okay. Hak even alles hier weg. Al die sponges, hebben die terug nodig. Misschien nog opnieuw gebruiken, nee, dan niet nog. Eerst drogen, hè. Oké. Okay. Ik ga even proberen eentje zo efficiënt mogelijk te plaatsen. Dit gaat nog heel lang duren. We moeten gewoon even een van onze ovens naar hier brengen. Ja, geef even al die sponges, dan ga jij even een oven halen. Als ik die nu neergooi, wordt die toch niet nodig? Nee. Nou, dit is te hopen. Oké. Okay. Ik kom terug met de oven. Hier. Goed. Ik ga proberen hier nog meer water te bestrijden. Nee, ik kom hier al dat water naar binnen. Ja, ja. Probeer even die twee blokken dan terug te plaatsen. Oké, okay, dit moet ik hier ook stopzetten. Dit is zo moeilijk om een heel monument te kleren. Er blijft maar water stromen. Moet je snel uit. Maar. Sur la route. Oh. Wat een leuke activiteit. Jee, een water, een ocean monument, die helemaal schoonmaken. Van dat vieze water, hè. Want water is zo vies. Oké. Okay. Dit hier. Oh, dat komt gewoon terug. Dat was een hele slechte move. Het is al een heel deel schoon, maar nog altijd belangen niet genoeg voor hier te gaan leven. Hier is ook een hele stroming. Hier heb ik al een blok gezet. Kan ik hierboven niet... Bij de huis? Waarom zit onze mijn onder water? Ik weet het niet. Heb jij waarschijnlijk weer iets niet te maken? Niks gedaan. Moet je niet, ik heb deze keer niks gedaan. Zweeg. Jammer dat ik geen spons meer heb. Ik kom terug met 1 red spons, een furnace en 52 kool. Kijk, ik ben even die kamers aan het afblokken met hout, want anders blijft dat water maar binnenkomen. Ik heb nog 3 sponsjes. Allee, drogen. Ja. Hoeveel water zit hier wel niet in? Ik ben terug aan het komen. Ik ben nu bij de kelp. Ik ga de kelp meenemen. Je kunt me niet vinden, want ik ben afgeblokt door hout. Oh, dat is dat hier. Zo'n blok en dan hier nog een spons zetten. Oké, kom aan, zwem naar beneden. Binnen gaken. Oh nee, deze blokken. Kaka, ik ga hier sterven. Rip. Nee, waarom heb je ook geen bijl? Maar stop met de hakken en ga dan naar boven, hè, jong. Slimmerik. Ik weet niet dat ik op tijd ga zijn. Nee! Ja, waarom blijf je ook hakken als je al door aan het gaan bent? Oké, ik ga gewoon even mijn ex. Maar ik had er een, die is gewoon kapot. Hoe slim kun je al niet zijn? Als ik al deze sponsjes heb verzameld, dan kom ik naar u. Kijk, kom van terug, ik heb mijn sponsje. Ja, maar ik moet toch ook komen, want anders gaat hij nog dood. Ik ga eerder alle spontjes terugpakken. Heb je nu een bijl? X. Ja. Okay, ik denk dat je nog maar 1 blok kan. Zo. Ik heb 19 spontjes van de 24 terug. Okay, ik denk dat ik alle spontjes terug heb. Ik zie al mijn spullen al drijven.
Ja, ik heb 25 spontjes, dat is niet genoeg, hè. Wat er meer. Waar toch? 25 spontjes. Ja, gewoon van ze allemaal terug te hakken, want het is nog terug droog maken. Weet je nog maar dat we echt dingen doen? Maar daar is nog een spontje. We hadden er echt meer dan 30, hè. Ik heb er 26 nu. Dit is echt niet sneller of zo, hè. De eemlok is kapot, ik ga het naar boven. Maar zwem gewoon door dat gat. Nee, dat is toch maar te dun. Dat is één blok. Je kunt toch door één blok zwemmen, of niet? Echt? Ja. Dat denk ik niet, hoor. Maar jawel. Ik ga gewoon even snel twee tot vijf. Moet ik er eens door gaan zwemmen? Ik ben nu door die ene blok doorgezwommen. Kijk, hallo. Oh ja, goed. Oké, help me nu. Oh. Zet die oven. Zet die oven hier neer, want hier is het licht. Dat is gezelliger. Hele operatie hier. Nee, dit is wel betaald. Zal je dan hier niet in het midden? Hier dan. Maar hier is alle midden zijn. Hier dan. Hier. Zet dat gewoon hier neer. Oh nee, ook geen. Zet dat hier neer, ik sla je dood. Ja. Nee. Oké, haal me vandoor zoeken met natte spontjes, want ik heb er nog maar 26 in de oven gestoken. Hè. Hoeveel had je er? Meer dan 30. Nee. Ah ja, trouwens, en daar binnen is het goud normaal. Nee. Ah ja. Oh nee, hoe dat jij hier doorgeraakt? Waar doorgeraakt? Ah ja, ik heb het zo. Maar. Wat doet je? Ik weet het. Als je natte schoontjes ziet, haks, hè. Oh, daar. Een torch. Ja, moest gewoon niet weggaan met mij, want ik ben natte spontjes aan het verzamelen. Ik heb alle natte spontjes die we nog niet hadden teruggevonden. Ja. Allee, dat hoop ik toch. Ik heb al terug 4, 5 spontjes. Ik denk dat ik nog weet wat er andere zitten, maar die zitten helemaal in het water. Die heb ik geweest eigenlijk. Oké. Oké, ik ga even naar die. Hoezo is nog maar één spontje? Ah, die is van u. Ik heb er al 5. Ja. Ik ga even naar hier. Maar je hebt er meerdere nodig voor een kamer te kleren, anders komt dat water gewoon helemaal weer terug. Maar oh, ik heb een toort nodig. Waar? Hier mijn toort. Zet hier even een paar toortjes neer. Hoezo kan ik hier een paar toortjes neerzetten? Ah, hier. Haak ze altijd helemaal terug. Ja, oké. En hier zet ik er ook nog een spons. Hier ook eentje. Dus kijk, je wilt van hier van dit onze base maken. Ja. Dat moet wel nog wel gezelliger worden. Hé, ik heb nog maar één spons. Ik pak die. Ja. Dan kijk jij nu eens alle vier. Dat is ook logisch. Ja. Ik heb ook moeten wachten. Go, go, go! Ik ga hier naartoe. Maak je gewoon even een trap, man. Ik heb toch geen hout daarvoor? Ik heb mijn hout aan het hakken dat ik het toch naar boven kan bouwen. Oké, ik kom als ik 4 spontjes heb. Ik heb er 4. Oké, kamer gekleerd. Oké, dank u. Oké, hoe gaan we dit hier schoonmaken? Waar zit je? Ik ga er eentje plaatsen in elke hoek. En dan moet dat niet meer. Zonder magma blokken. Oh, ik ga hier niet eens in. Okay. Hier nog één. Ja, room gekleerd. Wacht, boven ons is nog een. Ah, oh, dat zullen we wel geraken door een ander ding. Okay, ik kan go. Hier. Nee, oké. Kom toch naar beneden. Oké. Ik heb mij nog even ingezet. Ik heb nog één sponge. Ik heb er 7. Wacht, we kunnen hier misschien. Hierboven, wacht, ergens boven ons. Ergens boven ons is een. Zoek voor een houten luik dat boven u staat. Een houten luik? Ja, gewoon afgepakkeerd met hout. Ja. Ergens staat er een en daarboven zit nog heel veel water. Hier! Wacht even, ik kom er even hier een mooie tram aan maken. Zo, perfect. Hier, Maarten. Hier is het houten luik.
Ik raak dat echt niet. Ja, we moeten dit hier even dicht maken. Maak dit hier even dicht. Sponge. Ik ga daar in de hoek een sponge zetten. Nee, ik ga het hier in. Oxal sponge. Oxal sponge. Hier hebben we het nog nodig, Maarten. Overstroomt hier nog. Hier is nog een afgeblokt ding. Hè. Er zit boven nog iets, denk ik. Jawel. Een afgeblokt ding. Maar ik denk dat het afgeblokt is. Kom even naar hier, ik heb je hulp nodig. Voor wat? Wil je even iets komen dichtmaken? Ik ga even wat meer spontjes halen. Wat is dat geluid? Ik neem ook hout mee. Dat is mijn autotrain. Is dat je autotrain? Maar we samen met autotraintjes. Oké. Wat zeg je? Even naar hier, ik moet hier even hout neerzetten. En ik heb hier zelf lang een wet pond neergezet. Dat is wel droog. Bro. Hier moet je even hout neerzetten. Ik kom. Stop. Daar is nog één soort blok, oké. En dan gaan we hier doorzwemmen. Ik heb er nog maar 3, hè? Ik heb er nog 8. Oké, top. Alles. Oh, ik raak hier niet binnen. Hierboven moet afgeblokkeerd worden. Is toch wel een hele klus, hè? Ja, dat is. Oh. Dat is echt allemaal weg. Dat is pro. Oké, ik ga even naar beneden voor nieuwe sportjes dan. Ik denk dat dat wel te laat is, Maarten, want dit was dan de video. Oh. Tot de volgende keer, mensen. Doei, doei. Doei. Oh, ik kwam maar even.